Super Mario Galaxy! Woohoo! Hoi, welkom weer bij een nieuwe video van een nieuwe Let's Play van Super Mario Galaxy 2. Want ik vond het wel geinig om Galaxy 2 achter Galaxy 1 aan te doen. Dus die doe ik dan ook eventjes. Zo, laten we lekker beginnen met Let's Play verder. En ik kijk wel hoe ver ik kom in een aflevering. Ik denk dat ik ze wel iets korter maak, omdat ik soms wat minder praat in de video. Dus ja, als ik dan zelf mijn eigen video's kijk, dan is het op zich wel, het is wel fijn om er naar te kijken. Maar aan de andere kant is het ook wel leuk om er naar te luisteren, wat ik allemaal te vertellen heb. Dus ik hoop dat jullie week weer leuk was. Laten we lekker beginnen met deze volgende vervolg van Mario Galaxy 1 naar Mario Galaxy 2. Geef een duimpje omhoog als je deze leuk gaat vinden. En ja, laten we beginnen met de Let's Play. Deze is ook op de Wii. Die is niet op de Switch versie uitgekomen. Dus ja, daar heb ik mijn Wii U voor gepakt. En daar kan je ook Wii spelletjes op spelen. Dus laten we beginnen. Oh, ik had zelf al een wereldje gedaan. Oké, nice. Nou, dan gaan we pakken lekker nummer 2. Nieuw gamefile. Mario denk ik. Gewoon lekker simpel. Dus let's start the game. We hebben 0 sterretjes. Nou, het begint nog weer met een verhaaltje. Oké, nice. Dat wordt ook lekker weer vertaald in Nederlands, want ja, mijn Engels is niet super goed. Ja, er staat dus dat je iets met cake wil delen en zo. Dat je haar moet ontmoeten bij het kasteel. Nou, ik moet even wennen aan de controle, want het is iets anders dan de Switch natuurlijk. Oh, een Luma. Die ligt daar. Nou, de Luma is in Mario's hoedje gegaan, dus nu heeft hij een power. Ja.
Sorry, die pauze is groot zo. Niet normaal. Die heeft ook een pauze daar zeker. Nou, Princess Peach ontvoerd door Bowser. Wat moeten we doen? Nou, ik heb geen flauw idee. Gewoon eventjes uitspelen en Bowser verslaan, toch? Nou, laten we naar de Noomas gaan. De eerste ster van de Mario Galaxy 2. Oké, de eerste ster is dus gepakt door Bowser, de monster, dus ja.
Nou, hier moet ik de Luma volgen. Okay. Bij Galaxy 1 had je dat niet, dit hè. Een kort leveltje of zo apart. Nou, we zijn in ieder geval boven, hebben de Luma gespolegd. En we gaan nu vliegen naar een andere planeet. Dat is wel echt een heel piepklein planeetje. Deze grote munten kan je dus ook verzamelen. In elk level zit die volgens mij. Ja, en alles wordt eigenlijk weer uitgelegd als in de eerste, vanaf de eerste dag dat je het ging spelen eigenlijk. Of vanaf de eerste Galaxy. Nou, dan een checkpoint gepakt. Het wordt alleen, het lijkt soms een beetje alsof het hier wat uitgebreider in is uitgelegd. Toch hier nog een leven. Nou, dan moet ik even die eieren kapot maken van. Oh, dan heb je alweer een nieuw eitje. Thank you.
Nou, dat was de eerste boss fight alweer. Kijken of er nog wat starbits en zo erop zijn. Nou, dat was hem. Dus we pakken lekker de ster. En ook dat hij dan, als je dan zo tegenaan kwam, dat hij dan lachte. Ja, ik had gelukkig 6 levens erbij. Zo, hierbij eindig ik deze level, ja, en het beginstukje. We zitten nu al op 21 minuten, maar waarschijnlijk versnel ik wel wat stukjes en zo. Maar in ieder geval, dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie weer bij een volgende video maar weer van Mario Galaxy 2 dit keer, of van Ark, of van Farming Simulator waar ik nu weer bezig mee ben. De 19 en de 20 heb ik ook natuurlijk. Dus tot de volgende video maar weer. Doei!